Het derde weekend van september ging dit jaar opnieuw de boeken in als het landbouwweekend van Vlaanderen. Kustgemeente Middelkerke organiseert al twee decennia een heus plattelandsfestival op de Zeedijk. Voor de feesteditie van dit jaar lag de focus vooral op de Belgische wijnbouw. Een landbouwtak die op steeds meer populariteit kan rekenen. Het landbouwweekend is aan zijn 20e editie toe. En dan ga je natuurlijk een beetje nadenken van zou er iets niet nieuw kunnen bijkomen. En als je zegt landbouw, ja, wijnbouw is natuurlijk ook landbouw. En zo zijn we op het idee gekomen om een aantal Belgische wijnbouwers naar hier te brengen. Maar niet alleen Belgisch. Het is te zeggen, de helft van degenen die hier aanwezig zijn, hebben een eigen wijndomein in België. En de andere helft zijn ook Belgen, maar die hebben een wijndomein in het buitenland. En zo hebben we dan uit Zuid-Afrika, Spanje, Frankrijk uiteraard. En dan de echte Belgen. Verschillende druiventelers en wijnbouwers met een ruim aanbod aan rode, witte, rosé en mousserende wijnen brachten onder de nazomerzon het beste van hun kelders mee naar het Epernayplein. Ja, het is super dat de keuze is gegaan om voor Belgische wijnbouwers te gaan, zowel in België als in het buitenland. Ik vind dat wel, je merkt wel aan de mensen, dat is echt een ontdekking, iets nieuws, iets anders dan wat ze typisch gewoon zijn. En dat is echt wel een meerwaarde, denk ik, voor de bezoekers. We hebben wijndomein in Borgloon. We werken eigenlijk samen met lokale fruitdelers die fruit, druiven voor ons telen. En daar maken wij dan de wijn van en die komen we hier laten proeven. We hebben klassieke soorten zoals Chardonnay, Pinot Gris, Dornenfelder, Merlot, maar ook heel veel nieuwe druivenrassen. Johanniter, Souvenir Gris. Druivenrassen die de laatste jaren geplant worden omdat die resistenter zijn en makkelijker gezond blijven in ons klimaat. Middelkerke heeft het grootste landbouwhinterland van alle kuststeden en gemeenten. Er is tijdens het landbouwweekend altijd ruimte om oude tradities van het platteland in ere te houden. De vlegeldorsers uit het Oost-Vlaamse Zeelen waren ook dit jaar van de partij. Opvallende gast was Alfons. Een tevreden standhouder die met zijn unieke creaties een ode brengt aan de tijd waarin paard en kar nog de belangrijkste tools waren. Dat is van over 40 jaar al dat ik ermee begonnen. Maar ik heb ermee gestopt omdat ik dan cabintjes maakte voor de toeristen hier aan de kust. Vuurtorens en boeien, zeeboeien, bootjes en al daar onze dingen. Dat is formidabel, dat is de derde keer dat we hier staan. Vroeger was dat een grote tent. En nu is het uitgebreid en dat is veel beter. Dat is veel beter. En maar hoe weer ook, dat is het voornaamste. Voor de allerkleinste worden de zandkastelen, de schepjes en de strandbloemen tijdens het landbouwweekend ingeruild voor springkastelen, oude volksspelletjes en een dijk boordevol dieren. Vooral die laatste zorgen met hun grote aaibaarheidsfactor voor net dat tikkeltje meer. Onverwacht dat we hier waren eigenlijk. Ik met mijn ouders dat we naar hier kwamen een dagje uit met de kindjes. En dan we hier toe kwamen, zagen we dat er hier iets te doen was. Het was wel leuk, vond ik. En zeker voor de kindjes ook. Een keer leuk om mee te maken. Voor de iets oudere bezoeker was ook de lokale brouwerij opnieuw aanwezig. De brouwerij die sinds 2018 met een assortiment kustbieren komt, schonk er het hele weekend de glazen vol. Zoals je ziet, we zitten nu de eerste maal dit jaar in een open ruimte.
met terrastafels, zonder terrastafels. Iedereen kan hier genieten van zijn jus de mer. Voorgaande edities was dat met een grote reusachtige tent die hier stond. Maar dat was niet zo aangenaam, dus het is een nieuw concept. Het maakt ook, ja, kijk, iedereen komt terug buiten. We hebben terug een beetje meer vrijheid gekregen. 2 jaar terug was de 19e editie. We hebben eentje moeten overslaan, maar nu het is een overweldigend succes. Het is een zeer goed idee. Ik vind dat de sfeer is zeer goed. En ja, alle mensen hier zijn zeer blij, dus het is zeer goed. Geen landbouwweekend zonder landbouwmachines. Oldtimerbezitters van overal te landen kwamen hun paradepaardjes showen. Blikvangers waren zonder meer een kramer uit de jaren 40 en een tot in de puntjes onderhouden Porsche van Middelkerkenaar André. Ik doe nog mee van de eerste maal dat hier was in Middelkerken. Eindelijk ben ik van Middelkerken. Vroeger waren mijn ouders tuinders in de Duinenweg en tegen Ravenstede. Vroeger waren mijn ouders de naaste buur van Prins Karel. Weet al, en dus ja, daarmee ken ik hier een beetje de situatie. Heel veel bezoekers ontdekken het evenement per toeval tijdens een weekendje aan zee. Maar als vaste waarde op de eventkalender zijn er ook mensen die er een jaarlijks hoogtepunt van maken. Rick en zijn vrouw zijn er al van in het begin bij. Ik weet het niet, ik kan het niet aan, maar iedere keer vanaf het begin zijn we iedere keer naar hier gekomen. Maar ja, volgend weekend zijn we de zee dan eigenlijk. En het is een koers in Brugge. Normaal zouden we moeten daar zijn, maar ja, dat kan niet. Hè. Hij moet hier zijn, hè, op de landbouwdagen. Nou, dat is een mastie. Voor mij is het natuurlijk belangrijk die oldtimer-affaire door met tractoren en dergelijke. En ik kan niet zonder, dus ik moet naar hier komen voor het zicht en de reuk alleen al. Wie na zijn gekuier nood had aan iets om de maag te vullen, kon ook dit jaar terecht bij de vele streekproductenproducenten. Van heerlijke gezouten hammen van Ardense bodem tot een meer exotische everzwijnenworst. De Bourgondische bezoeker ging ook deze editie weer met een volle maag naar huis. Een zonovergoten dag met vlotvloeiende wijn, paardenshows op het strand en plattelandsactiviteit voor groot en klein. Iedereen had erbij moeten zijn.